Yo mensen, jullie284 hier. Welkom terug bij een nieuwe vlog. Ik ga de deur even dicht doen. Ik moet een beetje stil zijn, want mijn zus hier al gaan slapen. Mijn ouders zijn naar het café hier iets verderop. Ik ben helemaal alleen thuis. De tv staat op. Er is niet veel te doen op tv vandaag. Allee, vandaag. Eigenlijk zijn we, mijn eerste vlog was gisteren, maar toch heb ik nog niet gaan slapen. Want, als jullie kijken, kijk hoe laat het is. Ja, het is 2 uur, het is echt al laat. Ik ben ondertussen mijn eerste vlog aan het opnemen, dat ik daar juist heb opgenomen. Ik ben die al aan het uploaden. Ik maak ondertussen gewoon mijn tweede vlog aan. Ik verveel mij toch. En natuurlijk hebben we hier mijn hondje nog. Onze Jos, hè? Onze Joske, hè? Jullie hebben al gezien wat voor een tikje ik kan. Ik kan nog veel meer. We hebben aan de sterke kapjes gegeten. Ik heb eigenlijk niet zoveel te zeggen. Ik kan misschien de volgende keer een keer drummen en dat laten zien aan jullie. En dan zal ik dat in een cut doen. Zodat jullie dat in één video kunnen zien, want dit zal wel iets te kort zijn. Ik weet eigenlijk niet of jullie mij goed kunnen zien. Ik zal het licht aan doen. Zou beter zijn. Dus jullie kijken. Deze gitaar hier is van mijn mama geweest. Die speelde vroeger gitaar. Is nog altijd van mijn mama. Mijn mama is daarmee gestopt met gitaar. Dus die heeft niet veel meer te doen. En als jullie zien, wat ik jullie al verteld heb, is dat mijn meter gestorven is. En dat is hier mijn meter. Daar staat ze nog. Mooi op met een lach. Maar haar laatste dagen, maanden, waren iets minder. Zoals ooit is. Allee, jaren eigenlijk. Zoals ooit is, 6 jaar geleden denk ik. Van een stoel of zoiets gevallen. En dan is ze zo'n beetje mentaal gehandicapt geworden. Waarbij dat ze niet goed meer kon leven, niet meer goed kon stappen en zo. Dat is altijd wel verergerd. En op een duur. Ineens heeft mijn ouders of iemand anders, mijn tante of weet ik veel wie, haar gevonden, dood in haar bed. Was ze gestorven, niet echt heel erg. Ik kan daar niet meer aan denken. En nu moet je een keer kijken naar mijn tekenkunsten. Kijk, zie je wie dat het is? Het is hier barisch. Ik weet niet hoe de fuck dat is. Gewoon een keer gemaakt. Dat was voor techniek, voor school. Dit heb ik eens gemaakt, uit verveling, tijdens techniek. Voor de rest niks. Maar ik zal dan waarschijnlijk sowieso terugkomen. En anders zie ik jullie de volgende keer. Geef het een likeje. Abonneer als je nieuw bent. Dus